You know, his partner, training partner, they all know it. You know, legends that he was only look up to, that he was fan of, they went knockout. When I hit you, you go. That's it. When I hit you, you go. Champs talk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs talk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champs talk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs talk. Strijders en natuurlijk mijn vechters bezinnen. Welkom bij alweer een gloednieuwe episode van Champs Talk. Voor we verder gaan, abonneer je direct even op dit kanaal. Geef de video AUB een duimpje omhoog. En check voor het gemak ook even onze homepage. Daar tref je nog altijd een link naar de crowdfunding van mijn dierbare broeder Halid Isik. De beste man vecht nog altijd tegen de ziekte van MS. En wij kunnen uw donatie meer dan goed gebruiken. Alvast super bedankt. Alright. Vandaag wil ik met jullie vooruitblikken op Glory 76 van aankomend weekend. De main event tussen Badr Bad Boy Harry en Benny Mr. Gentleman Adegbuyi. De heren zouden elkaar al eerder getroffen hebben op 7 november, maar dat is door corona verschoven naar 19 december. Ik wil beide mannen onder de loep nemen, het gevecht analyseren en wie weet waag ik me aan het einde van de video wel aan een voorspelling. Dat ga ik natuurlijk niet alleen doen, dat ga ik doen met een partner van de show. Een combat sport liefhebber, de man met de meest exotische achternaam van het hele continent, Riley Delgado Gomez. Yo, Riley, broeder, welkom weer bij Champs Talk. Thanks, man. It's been a while, man. Thanks, man. Goed om jou weer te zien, man. Goed om jou te zien, man, bro. Always. Hey, laten we er gelijk induiken. Het kickbox evenement Glory 76 gaat op 19 december plaatsvinden in Rotterdam. Badr Hari gaat het opnemen tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi. Oftewel de bad boy versus Mr. Gentleman. Dat contrast vond ik zo grappig, dat moest ik benoemd hebben. Een paar feiten vooraf, Riley, die niet onbelangrijk zijn. Bij de wedstrijd tussen deze twee zwaargewichten zal er vooralsnog geen publiek aanwezig zijn. De locatie is in Rotterdam. Maar waar in Rotterdam is vooralsnog onbekend. Dit vanwege de veiligheidsrisico's. Riley, vind jij het niet opvallend dat ze heel erg geheimzinnig doen over de exacte locatie van het gevecht? Ja, zeker wel, zeker wel. Maar de reden waarom vind ik ook wel goed. Als dat ook daadwerkelijk de echte reden is, hè? Dat ze de locatie geheim houden. Maar ja... Ik weet niet, misschien trekt het meer publiek, misschien wat meer attention, media attention. Dus net als bij je UFC, het werkt wel. Dus het is wel een goede strategie, zeg maar, om fans te laten kijken of sowieso geïnteresseerd te houden, weet je. Ja, waarschijnlijk denkt de organisatie inderdaad wat jij zegt, dat het veiliger is voor iedereen om het op deze manier te doen. Zeker gezien de entourage en fans die Badr Hari heeft. Ik denk dat jij daarop doelt. En op deze manier doet het me een klein beetje ook denken aan klassieke cultfilms. Zoals Bloodsport, zoals Unleashed van Jet Li. Dus het heeft ook wel weer zijn charme. Ja, klopt. Zeker weten, man. Zeker weten. Maar ja, nu dat zo zegt, over Badr dan. Zijn entourage, als je eerste wedstrijd, Rico Verhoeven tegen Badr. Ik hoef niet te vertellen wat daar gebeurde, man. Hoe lang heeft dat geduurd voordat iedereen weg was? Badr Army. Ja, man, het was echt de Army. Het was echt de Army. Ja, man. Dus ik begrijp het. Riley, het gevecht wordt helaas niet uitgezonden op tv. Ik herhaal het voor de mensen, het wordt niet uitgezonden op tv. Dus AUB stal ik me niet met die vragen. Voorheen deed Veronica dat altijd, maar door geldissues is die samenwerking gestopt. Spike TV en Glory bieden je een livestream via pay-per-view voor €12,99. Riley, past dit pay-per-view model bij Glory Kickboxing en denk je dat het massaal bekeken gaat worden? Ik denk niet dat het massaal bekeken gaat worden, vooral niet in een tijd als deze, COVID-19 en zo. Maar, en of het bij Glory past? Ja, ook niet per se. Althans, ik ben het niet gewend, weet je. Maar ze moeten ook gewoon meegaan met de tijd en roeien met de riemen die ze hebben, weet je. Dus ja, als het niet anders is, waarom niet, weet je. Anders, ja.
Dus, of ik het best vind, past dat niet, want ik ben gewoon dat het op tv komt. En vooral in, weet je, in Nederland, iedereen kan het gewoon, iedereen kan checken. Nederlandse feiten zijn ook een van de beste feiten op het boxgebied, weet je. Dus, maar ja, als het niet anders is, hey, toch, het is money business, weet je. Als die pay-per-view ook centjes oplevert, dan ja, waarom niet? Toch, het is alternatief. Ja, je zegt het heel mooi. De fight business is de money business. Het is alleen voor ons heel erg wennen, omdat wij altijd in Nederland de grootste uithangbord zijn voor kickboxing. En daarom is het jammer dat ze dat niet live op RTL 7 bijvoorbeeld uitzonden. Wat dat betreft gaan we nieuwe tijden tegemoet. Ik denk dat mensen alleen zullen moeten wennen aan dit concept. Er is geen publiek, dat zal er voorlopig waarschijnlijk ook niet zijn, als ik het zo mag inschatten. Alleen wat ik je zei, ik vind het persoonlijk jammer, omdat kickboksen in Nederland voorheen altijd toegankelijk was voor iedereen. En dat podium gaan ze nu wel missen. Wat dat betreft teert Glory in mijn ogen nog te veel op grote namen zoals Badr Hari en zijn Badr Army. En ik denk ook dat dit gevecht alles bepalend gaat zijn voor een succesvolle terugkeer van Glory. Want zoals jij weet, de reden dat zij niet meer werken met Talpa, dat heeft te maken met geld. En ze hebben zo weinig geïnvesteerd in PR, dat ik benieuwd ben of ze daadwerkelijk een groter publiek gaan aantrekken met dit gevecht. Ik ben ook benieuwd, man. Even afwachten. Het is allemaal nieuw voor iedereen. Ik denk wel dat ze gewoon goede reclame moeten maken. Ook op social media kanalen, via social media kanalen en platformen. Dat helpt wel, maar verder, ja. Het is nieuw voor iedereen, dus het is even afwachten. Het is toch de eerste keer. Ik denk dat als ze dit hebben gedaan, dat ze dan gewoon verder moeten kijken en gewoon alles moeten afwegen. En dan kijken of deze strategie juist is, of ze misschien, de strategie moeten aanpassen en iets anders moeten denken. Dus gaan compleet iets nieuws. Maar dat is, is afwachten. Dus de eerste keer is altijd even afwachten, een beetje soort van spannend, weet je. Ook voor hun. En je hebt gelijk, ik vind ook dat ze nog iets te veel bouwen op grote namen zoals Badr. Terwijl er zijn genoeg opkomende boys, maar ook gewoon goede opkomende boys. Dus ja, het is even afwachten. Ja, want de kickboxwereld, zo zie jij zelf ook, wordt links en rechts ingehaald door MMA. En dat heeft simpelweg te maken met het feit dat bijvoorbeeld de UFC zoveel geld stopt in PR. En dat zou Glory ook moeten doen om kickboxing te redden. Riley, de fight record. Laten we die even snel onder de loep nemen van beide heren. Benjamin Adegbuyi heeft een fight record van 14 keer winst, 4 keer verloren. 6 maal KO, is 35 jaar, 1,98 meter lang en opvallend staat boven Badr Hari gerankt op nummer 2. De fight record van Badr Hari is 106, 14 keer verloren, 92 maal KO. 92 maal. Hij is een jaartje ouder, 36 jaar. Ze zijn even lang, ook 1,98 meter. En staat dus nummer 3 gerankt. Ik moet er wel bij vermelden, zijn Glory Fight Record staat op 0 keer winst, 2 keer verloren. Hij heeft namelijk 2 keer gevochten tegen Rico Verhoeven, de huidige kampioen van de zwaargewichtdivisie. Riley, wat is jou het meest bijgebleven van die twee gevechten tussen Rico en Badde? Dat ze gewoon echt wel respect voor elkaar hebben. Gewoon als fighters, maar ze weten van elkaar wat ze kunnen, tot wat ze beide in staat zijn, weet je. Dus er was wel mutual respect. Dat sowieso. En wat me ook was bijgebleven, dus vooral de eerste ronde, et cetera. Zeg maar, een eerste gevecht en een tweede gevecht is niet heel verschillend. Ik zag alleen dat Rico in de eerste ronde meteen er bovenop zat en dat hij gewoon wel veel heeft geleerd van het eerste gevecht. Wat me meest is bijgebleven, dat Badr sowieso, ondanks die lange lay-off, dat Badr gewoon hard kwam, man. Ik zeg je eerlijk, Badr kwam gewoon hard. Badr is gewoon een geboren feit, man. Rico ook. Maar als ik aan Rico denk, denk ik altijd aan conditie, man. Die man's conditie is gevaarlijk, weet je. En als ik Rico check, dan zie ik, die man ziet er nooit moe uit, man. Snap je? En hij kan goed incasseren. En wat betreft Badr, wat is gewoon een monster, man. Zeg je eerlijk. Dat is wat me meest is bijgebleven, man. Badr, ondanks die lange lay-off,
Malcolm komt toch gevaarlijk, weet je. Verder, ja, die blessures eigenlijk, dat iedereen gewoon gek werd, weet je. Maar dat ben ik misschien als fan, weet je. Ik bekijk dingen misschien anders. Gewoon echt vanuit de kant van een fan. Wat mij het meeste bij je gebleven is, is bijvoorbeeld in het laatste gevecht tussen Rico en Badr 2. Die fight entrance van Badr, dat zat me zo dwars. Ik ben echt zo blij dat ik dat nu eindelijk kwijt kan. Ik vond het net een scène van een film van Alfred Hitchcock. Hij kwam, ik vond het niet bij Badr passen. Ik weet dat het waarschijnlijk niks te maken heeft met het gevecht inhoudelijk. Maar hij kwam vroeger altijd op met dat nummer van Badr, Harry, Badr is een bad boy. Nou, dat vond ik gewoon veel toffer dan dat horror scenario waar hij de laatste keer mee opkwam. Dat zat mij gewoon heel erg dwars. Daarnaast vond ik het heel erg jammer dat het elke keer uitdraaide op een anti-climax. In 2016 was het een armblessure. In 2019 was het een beenblessure in ronde 3. Ik moet wel eerlijk zeggen, Riley, dat ik Badr Hari, ik heb ze nog even teruggezien gisteren. Beide keren op punten vond ik hem voorstaan. Voor wat het waard is. En het tweede gevecht was eigenlijk een soort van best wel vermakelijk. 2 keer 8 tellen voor Rico. Maar toch, dat derde gevecht moet en zal komen. Want je zal een nare nasmaak blijven hebben. Ja, ik vond Rico in het tweede gevecht goed terugkomen. Ondanks die knockdowns. Man zag er gewoon charge-up uit. Goede pokerface. Hij ging er goed mee om, man. Die respect moet ik Rico wel geven. Maar ik zeg eerlijk, Rico is wel echt een fighter. En een echte atleet. Dus. Maar klopt, ik ben het met je eens, man. En die derde gevecht, wat je zegt, die gaat er sowieso komen. Oké, dat was mijn volgende vraag ook. Denk jij dat we Rico versus Badr 3 ooit gaan zien? Zeker weten. Ik zeg wel overtuigd, maar bro, het is de money business. Iedereen, ook al hij is 2 keer geblesseerd geraakt, broeder. Hij is 2 keer geblesseerd geraakt. Trust me, ik zei wel van ik ga niet kijken bij die derde keer. Maar broer, ik ga ook kijken, ik ga weer kijken. Dat zijn de beste, man. De 2 boys zijn de beste. Ik ga sowieso kijken. Ik zeg wel, ik ga niet kijken en zo, maar die derde gaat komen. Het is de money business. Ze kunnen lekker gaan verdienen. Wij willen het zien. Dus ja, waarom niet? Ik denk wel dat hij er komt. Ik zeg het je eerlijk. Ik zeg wel vooraf, ligt eraan of ze beide hun partijtjes gaan winnen. Hè? Op 30 januari 2021 vecht Rico versus Jamal Ben Sadiq. Waar we in januari nog uitvoerig op terug zullen gaan komen, Riley. Badr heeft wel in mei 2019 uit mijn hoofd nog een contract voor 3 jaar getekend. Dus he's here to stay voorlopig. En hij zei gisteren nog in de persconferentie expliciet dat hij de kampioensriem wil volgen en de planning overlaat aan Glory. Het was wel onbevredigend, denk ik, voor iedereen. Zowel voor Badr als voor Rico als voor de fans. Dus ze moeten die derde partij, indien de heren winnen, wel gaan plannen. Ja, het is unfinished business. Als je Rico bent, wil je niet zo winnen. Althans, ik als sporter, ik wil niet zo winnen. Dat is niet met overtuiging. Want Badr zat gewoon lekker in de wedstrijd. Het was een leuke wedstrijd. Nee, man. Dus het is unfinished business. En ik denk ook dat Badr zo denkt, weet je. Dus ik denk dat hij gaat komen, man. Hey Riley, Glory 76 stond aanvankelijk gepland op 7 november. Maar door een positieve coronatest van Badr Hari, evenals vriend van hem Cristiano Ronaldo, kon het gevecht niet doorgaan en is het uitgesteld naar 19 december. Riley, in hoeverre denk jij dat zijn absentie door corona Badr Hari gaat beïnvloeden? Ja, dat is een goede vraag. Ligt eraan hoe erg hij het virus heeft gehad. Ik hoor verschillende verhalen. Sommige mensen hebben het coronavirus en zijn volgende dag weer beter. En sommige mensen gingen een soort van dood of zo. Ze ervaren het echt heel erg. Dus ik hoor verschillende. Dus ik weet niet hoe het voor hem heeft uitgepakt. Maar als hij gewoon na de dag of 2 weer beter was, dan denk ik niet dat het veel impact op hem zou hebben of heeft gehad of zo. Weet je, maar. Ik denk niet dat het niet veel. Het maakt niet veel uit, denk ik.
om eerlijk te zijn. Ik bedoel, hij heeft nog genoeg tijd om te recoveren en zo. Dus ik denk niet dat het veel uit heeft van op zijn van corona. Ja, hij lag anderhalve week echt doodziek op bed. Heb ik me laten vertellen. Hij vreesde zelfs, gaf hij in de AD aan, even voor zijn leven. Dat is best heftig en shocking. Maar tijdens de virtuele persconferentie gisteren gaf hij aan zich weer sterk te voelen en zelfverzekerd. En nogmaals, hij wil die kampioensriem. Hij wil de titel hebben van The King of Kickboxing. Riley, Benny... Benjamin Adekboei. Hij won zijn laatste twee potjes in 2019 op decision tegen D'Angelo Marshall en Igor Mikhailovic. Hij traint momenteel onder de bekende coach Dennis Krawil, de coach van onder andere Rico Verhoeven. Denk jij dat het een voordeel is dat het kamp van Benny Adekboei al eerder een matchup heeft gehad versus Badahari? Ja, tuurlijk. Ik denk van wel. Als je dezelfde trainers hebt, die kennen alle flaws van Badahari, zijn minpunten, die vertellen je gewoon waar je op moet letten. Ja, nee, tuurlijk, dat werkt sowieso in zijn voordeel, dat spreekt voor zich eigenlijk. Ja, ik zou zeggen van niet, namelijk. Ik denk namelijk dat Benny is geen Rico. Het zijn gewoon hele andere vechters, dus het zal ook een ander gevecht worden. Styles make fights, wat dat betreft. Het is ook grappig, het is aan de ene kant ook een beetje Mike Passanier versus Dennis Grauwel. Snap wat ik bedoel? Het is al grappig. Het is ook, de coaches hebben ook unfinished business. Klopt. Maar ik bedoel, als trainer van Rico Verhoeven, en ook van deze gozer dan. Weet toch, als jij niet goed bent in jab of zo, dat zien wij, dat zien zij ook. Daar ben je gewoon niet goed in, maakt niet uit wie jij bent. Dus dan gaan we gewoon daarop trainen, snap je? Ja, zo doen we eigenlijk, man. Dus, maar je hebt gelijk, stel als make fight. Hij is een legend, hè? Daar kunnen we gewoon heel kort over zijn. Badahari is een legend. Ik zeg altijd, de beroemdste kickboxer ter wereld. En neem het maar aan van mij, broeder, in Marokko is hij een grootheid. Dat zag je ook terug in de documentaire van Videoland, genaamd Badr, een aanrader voor de fightfan. Hij doet dit dus zeker niet voor de eerste keer. Hij is ervaren, maar zeker met in je achterhoofd die twee potjes tegen Rico, Riley. Denk jij dat Badr de druk voelt om iets te bewijzen? Ja. Ik heb eigenlijk alles al gezegd. Die man is grootheid in Marokko. Ik denk ook gewoon sowieso in de kickbox game. Die man kan leven van zijn status. Hij heeft zichzelf al bewezen, dat weet iedereen. Badr kan gewoon lekker retire als hij wil. Maar ik denk gewoon als sporter dat hij voor zichzelf nog wel iets te bewijzen heeft. Maar ik bedoel, als hij nu weer die belt kan veroveren, dan voelt hij zich ook beter. En dat is ook weer een bevestiging voor hem. Want ik zeg eerlijk, als mijn vraag, die man heeft het gewoon, hè. Badr heeft het gewoon nog steeds in zich. Als je het mij vraagt, Badr heeft het gewoon nog steeds in zich. En ik zie hem ook nog gewoon wel die belt winnen. Dus of hij iets te bewijzen heeft, ik vind persoonlijk van niet. Hij heeft zich al genoeg bewezen, maar naar zichzelf toe, ja, tuurlijk. Vooral als je de afgelopen twee wedstrijden dan tegen Rico hebt gecheckt en je ziet dat terug en je ziet gewoon dat je lekker in de game zit, dat je lekker in de wedstrijd zat en dat je gewoon ook gewoon grote kansen maakt op winst. Ja, tuurlijk heb je iets te bewijzen dan, toch? Je bent extra gemotiveerd. Ja, mee eens. Als we afgaan op zijn woorden tijdens de persconferentie van gisteren, hij noemde het easy money versus Benjamin Adekboei. Hij noemde het een walk in the park. Ondanks dat Benny in de rankings dus hoger staat, ziet Badr zichzelf als de favoriet, natuurlijk. En ik denk de bookmakers persoonlijk ook. Het is weer de eerste keer dat Badahari terug de ring instapt na Collision 2. Het veelbesproken gevecht tegen Rico, hè, in een uitverkochte Gelderdoom. Badr is geen onbekende van tegenslagen, Riley. Hij heeft al problemen gehad met justitie, privé. Hij heeft een dopingsaffaire gehad, fysieke problemen, noem maar op. Maar hij is altijd doorgegaan. Dus druk. Ik denk dat de mentale weerbaarheid al eerder getoond is door hem. En ik denk dat hij prima kan omgaan met die pressie. Hè? Diamanten ontstaan onder druk. Ja, zeker, man. Zeker. Die man heeft het allemaal meegemaakt. Die man heeft het... En we hebben het allemaal gezien. Dus het is geen geheim, weet je.
Dus nee, tuurlijk. Dat is ook zijn lifestyle, hè. Op een gegeven moment wen je daar gewoon. Dus nee, ik heb sowieso respect voor hem. Maar Bart, stay humble, alsjeblieft. Wat zou Benny Adegbuye moeten doen? Stel voor dat jij Benjamin was. Wat zou de gameplan moeten zijn om de befaamde Badrari te verslaan? Heb ik echt over nagedacht ook, man. Ik denk gewoon vooral conditioneel, om eerlijk te zijn. Want in dat tweede gevecht met Rico Verhoeven zag je ook dat hij ging wel lekker. Hij had wel power stoten, power shots en zo. Maar hij raakte vermoeid, weet je. Dus ik persoonlijk, ik zou lekker uit Bardos, zo veel mogelijk uit Bardos buurt blijven. Gewoon een beetje Muhammad Ali stel. Gewoon eerst, weet toch, moe maken. En dan zo toeslaan, bam. Want dat doet Rico wel goed. Dus dat zou ik vooral doen bij Badden, weet je. Ik weet niet hoe het nu met zijn conditie zit. Maar ik zou hem conditioneel gewoon pakken. En daarna zou ik de rest afronden. Ik vind het misschien een klein beetje flauw. Maar ik ga het je toch vragen. Badr Hari versus Benjamin Adegbuye. Durf jij je te wagen aan een voorspelling? Ja, ik geef deze aan Badr, man. Ja, ik geef deze aan Badden. Waarom? Badden heeft meer ervaring. En ook, hoe kan je van zo'n lange lay-off terugkomen en nog steeds zo gevaarlijk zijn? Dat zit in hem. Dat verleert de fietsers verleer niet. Die techniek verleer je niet. Hij heeft ook lijnhard, snap je? Hij heeft een lijnhard. Dat verleer je ook niet. En hij heeft ook nog gewoon genoeg te bewijzen, wat waar we net over hadden, naar zichzelf toe. Sowieso is hij al een goat in de game zelf, maar naar zichzelf toe heeft hij genoeg te bewijzen. Dus ik geef Badden, man. Badden heeft genoeg motivatie. En hij heeft zoveel ervaring. Hij heeft tegen de beste gevochten, man. Echt legit de beste. Gewoon old school, new school. Hij heeft het gedaan, weet je. Dus ik geef deze aan Badden. Ik heb respect. Ik heb die gozer gezien. Ik heb respect voor hem. Ik heb ook highlights gecheckt. Ik heb docus gecheckt. Ik heb respect voor hem. Hij is goed. Zeker. Maar ik heb ook dat gevecht tegen Ben Sadik gezien, man. En Ben Sadik maakt hem kapot, man. Met jabs. Southpaw jabs. Dus ik geef deze aan Badden. Ja. Ik heb er ook over nagedacht. Ik vind het altijd moeilijk, omdat we er ook heel vaak naast zitten. Mag gezegd worden. Who gives a shit? Weet je? Ik vind het een interessante matchup. Heel erg interessant. Benjamin heeft stamina. Als je kijkt naar zijn laatste twee potjes die hij wint op Decision. Voor hem, en dat onderschatten mensen, en dat wordt niet vaak genoeg benoemd, is dit denk ik ook een once in a lifetime opportunity. Ik denk dat hij dus ook ergens de stress en de schrik heeft gehad toen Badr positief getest was op corona. Gaat dit gevecht door of gaat het gevecht niet door? Dus ook voor hem is het de vraag of hij last heeft gehad van die onzekerheid mentaal. Badr, wat jij ook aangeeft, het is een savage. Een savage, weet je wel. Hij is in een grijs verleden ooit begonnen bij Tom Haring. Daar heeft hij zoveel basistechniek geleerd. Hij traint nu bij Mike's Gym onder de befaamde coach Mike Passanier. Waar hij goede trainingspartners heeft. Zoals onze eigen Fabio Quasi. Shout-out naar hem. Shout-out, weet je wel. Badr is in mijn ogen het beste wat kickboksen te bieden heeft. Zo'n technische, sierlijke vechter en een fight record waar je niet omheen kan. En op Instagram zie je dat Badr Hari vaak te zien is in de gym, er behoorlijk fit uitziet. Dus aan de voorbereiding zal het niet gelegen hebben. Dus, conclusie, op basis van zijn talent en mentaliteit denk ik dat Badr Hari wint. KO of niet, laat ik in het midden. Als Rico dan in januari ook wint, kan het alsnog Rico versus Badr Hari deel 3 worden. Maar onthoud, voor hetzelfde geld zitten we er helemaal naast en staan we next week voor Joker. Kan bro, maar dat maakt het best leuk, dat maakt het mooi. Toch? Dat maakt het sport mooi, man. Alles kan gebeuren, man. Ik hoop gewoon dat geen van beiden geblesseerd raakt. Dat Badr ook niet geblesseerd raakt. Dat is vooral gewoon nu belangrijk. Ja. Snap je? Raak vooral niet geblesseerd, stay healthy. En vecht dat gevecht uit, man. Dat vind ik vooral belangrijk. Ja, heel goed punt. Vooral nu met in een periode dat heel veel gevechten op het laatste moment nog wegvallen. Helemaal gelijk. Naast het duel, Riley, tussen Badr Hari en Adegbuye zal er ook een titelgevecht worden gehouden in het weltergewicht. Daarin verdedigt de Fransman Cédric Doumbé zijn kampioensgordel tegen de Nederlander Myrtle Groenhart. Wij gaan afronden, Riley.
Helaas. Ja, echt helaas, man. Ja, hè? Voor we gaan afsluiten wil ik de mensen vragen een comment achter te laten onder de video. Wie gaat er volgens jullie winnen en op welke manier? Daar ben ik altijd erg benieuwd naar. Riley, homie, nogmaals, ik wil jou bedanken voor je tijd en effort, as usual. En ik zie je snel weer voor de Champstal kersteditie. Ja, die komt er ook aan, man. Dope. Ben je dankbaar, bro. Always, like always, ben je dankbaar, man. Liefde. Strijders en natuurlijk mijn vechtersbezinnen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ik zou zeggen, we are Ade hier. Champstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champstalk, voor mijn strijders en mijn vechtersbezinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champstalk.